Dus jij hebt zojuist een fantastische gitaarlijn geschreven. Je hebt hard geoefend, je hebt het op een metronoom heen gespeeld. En je denkt: van ik ben er klaar voor om deze prachtige gitaarlijn de wijde wereld in te helpen. Maar je bent in het bijzonder heel erg fan van jouw elektrische gitaarversterker. en hoe die samenspeelt met jouw favoriete elektrische gitaar. Je wilt die sound capture, dat wil je meenemen. om misschien een demo te maken, om bij een band aan te sluiten. of je wilt je eigen muziek volledig gaan produceren. In deze video. Gaan we ontdekken hoe wij de elektrische gitaar gaan opnemen? Ik ga je de technieken laten zien die ik gebruik om een zo natuurgetrouw mogelijke sound mee te geven. Maar ik ga natuurlijk ook een paar meer specifieke opties in, zodat je je geluid wat meer kleur kan geven afhankelijk van wat voor stijl jij naar op zoek bent. Dus zonder te veel te treuzelen, daar gaan we. Vandaag heb ik voor jullie een aantal producten meegenomen die ik eigenlijk hier standaard heb liggen in de studio in Goes. Een aantal microfoons, een prachtige gitaar en een ook heel prachtige gitaarversterker. Daarnaast heb ik mijn oren meegenomen die we vandaag ook heel intensief gaan gebruiken en alle bekabeling en statieven die we daarvoor nodig hebben. Ik ga eventjes het lijstje doorlopen met jullie dat jullie weten wat ik bij heb en vanuit daar gaan we microfoons plaatsen. We gaan geluidjes opnemen, we gaan daarna luisteren en we gaan misschien zelfs nog een beetje experimenteren afhankelijk van hoeveel tijd ik heb vandaag. Dus daar gaan we. Laten we beginnen door de microfoons aan jullie voor te stellen. Ik heb twee grote microfoons meegenomen en één dynamische microfoon. Twee hiervan die zal je veelal al terugzien in de studio en ik heb ook nog een budget optie in de vorm van de Divine M-Mic Pro meegenomen om aan te tonen dat het tegenwoordig niet heel veel geld meer moet kosten om wel een professioneel klinkend resultaat te krijgen. De Divine M-Mic Pro schaf je aan voor minder dan 80 euro misschien zelfs minder dan 70 afhankelijk. Check vooral de link hieronder in de beschrijving dat brengt je naar de productpagina dan kan je even kijken wat de actuele prijs is. Maar in ieder geval samen met een Shure SM 57, die ook ongeveer onder de 100 euro zitten. Zet daar een Divine Centro bij. Een paar XLR-kabels en een paar statieven. En je kan voor onder de 250 à 300 euro beginnen met het maken van opnames, die je in de studio ook tegen zult komen. Dus je kunt gelijk op niveau beginnen. Maar ik ga ook laten zien hoe je gitaren kunt opnemen met één microfoon. En dat alles daartussen. Dus vandaar dat ik de Divine Centro heb meegenomen, want ik wil laten zien dat het niet duur hoeft te zijn om te beginnen met het maken van opnames. Het meeste zit hem in kennis die ik vandaag over de jaren dat ik al gitaren en drums en noem maar wat opneem, hopelijk een beetje kan meegeven. Daarnaast heb ik een studio werkpaard in de vorm van de Shure SM57. Dit is een dynamische microfoon. En heeft een heel iconisch geluid, een heel herkenbaar geluid voor het opnemen van elektrische gitaar. En Eigenlijk de meeste video's die je ook online zal kijken, zoals deze, zullen een Shure SM57 gebruiken. Gewoon omdat het geluid heel herkenbaar is om de richtingskarakteristiek van deze microfoon. En omdat het gewoon een oerdegelijk stukje techniek is. Uh, er zijn mensen die hamers uh, of die deze microfoon als een hamer gebruiken om spijkers in blokken hout te slaan. En ze werken nog steeds. Uh, het is niet aan te raden, <laughs> maar in ieder geval. Het is een microfoon die overal ziet terugkomen en eentje die zeer betrouwbaar is. Condensatormicrofoons zijn wat gevoeliger en ik heb ook een tweede meegenomen om ook wat dingen te laten zien en te demonstreren. De Neumann U87AI is absoluut geen budgetkeuze als het gaat om een microfoonkeuze voor het opnemen van elektrische gitaar, maar. Dit is een microfoon met een wisselbare richtingskarakteristiek. Waar ik straks dingen mee wil gaan demonstreren. Als we het gaan hebben over proximity effect. Daar kom ik natuurlijk later nog eventjes op terug. Maar deze heb ik meegenomen om eigenlijk aan te tonen hoe die dingen werken. Plus het geluid van een microfoon zoals deze. En ook om aan te tonen dat je een heel mooi geluid kan halen uit een microfoon die onder de 100 euro zit. Twee microfoons die onder de 100 euro zitten. En eentje die ver voorbij de 2000 euro is. Dus afhankelijk daarin en wat je nodig hebt, kan je daar in je keuze maken van wat je budget toelaat en wat voor sound je wilt. Dus dat wil ik gaan uitleggen. Maar ik denk dat het eerst fijn is om eventjes kijken naar de rest van de spullen die ik mee heb. Om te beginnen met deze prachtige Squire 40th Anniversary Telecaster gitaar. Uh, deze zag ik in de winkel hangen. Ik denk van ik moet een video opnemen over hoe je gitaar opneemt en ik vond hem zo mooi. Ik denk ik neem hem mee uh, om er eventjes op te spelen, ook heel stiekem. Niks tegen de baas zeggen. Maar deze is limited edition. En als je deze video ziet net nadat hij is geüpload en je wilt hem hebben, wees er nog even snel bij, want ja, Squire wordt maar één keer 40 jaar. Daarnaast heb ik mijn oude vertrouwde Fender Deluxe Reverb amp. Dit is eigenlijk mijn go-to versterker hier in de studio, eigenlijk omdat ik ook de gitaarsounds altijd consistent wil hebben en je versterking en je speaker zijn een groot deel van je sound. Deze zijn vrij neutraal en doen heel goed samenspelen met effectpedalen. Dus als we ook distortions of uh, modulatie-effecten willen laten zien, pak ik vaak deze versterker, omdat hij heel goed met dat soort dingen omgaat. We gaan deze vandaag opnemen. Ik ga je laten zien hoe ik de microfoons plaats en hoe we ook verschillende soundjes kunnen halen. Eén uh, ding wat handig is om te weten, is dat de versterker op een verhoging staat. Die wil ik in het begin al gelijk meegeven, want ik kan het niet iedere keer gaan herhalen. Maar. We zetten microfoons voor een gitaarversterker. Een gitaarversterker is luid. En je zult ook reflecties gaan krijgen van de grond of van de vloer. die weer terugkomen bij de microfoon. Dus dat willen we vermijden. Dus ik heb hem op een mooie Inox Flight Case gezet. Maar dit kan ook een stoel zijn of iets van een verhoging. En je hoeft wat minder ver te bukken. Dus het heeft meerdere voordelen om deze op een verhoging te zetten. Daarnaast heb ik een jackkabel voor de gitaar naar de versterker. Ik heb XLR-kabels voor de microfoons om deze aan te sluiten. En natuurlijk de statieven om ze goed te kunnen plaatsen. Dus. Laten we beginnen met het zoeken van een aantal soundjes. Ten eerste heb ik een lavalier microfoon om en deze microfoon die pakt het geluid op van mijn stem. Maar wat ook heel fijn is om eventjes iets van een vergelijking te hebben. Dit is eigenlijk gewoon de gitaar in de ruimte alleen opgepakt door mijn lavalier microfoon. Eén ding wat ik heb gedaan voordat ik ga spelen is dat ik voordat ik ben beginnen met opnemen heb ik deze versterker alvast op stand-by gezet. En ik heb hem gewoon een half uur laten opwarmen. Buizenversterkers die hebben een beetje tijd nodig om op te warmen en dit heeft een positief effect. Op je geluid als je dat laat doen. Dus als je gaat opnemen en je hebt een buizenversterker, laat hem eventjes aanstaan alvorens te beginnen met opnemen. Maar in ieder geval, zo klinkt deze gitaar door deze versterker in deze ruimte. ik heb geen hoofdtelefoon op ik weet niet precies hoe het klinkt maar ik verwacht dat dit niet het beste resultaat gaat zijn ik denk dat het heel verstandig is om een microfoon te gaan plaatsen voor deze versterker en hoe gaan we erachter komen waar we die microfoon moeten plaatsen nou die willen we in essentie voor een meest natuurgetrouwe sound willen we deze in het midden zetten van de versterker of in ieder geval van de speaker want de speaker cone is eigenlijk gewoon een grote schotel met daar in het midden een dustcap. En achter die dustcap zit een grote magneet die de speaker in zijn geheel naar voren en naar achter laat bewegen. Wat dus geluidsgolven zijn of luchttrillingen, die wij waarnemen als het geluid van deze prachtige gitaar. Dus wat ik wil doen is het midden van die cone zoeken. Want de magneet zit direct vast aan het midden van de cone En die zet die hele speaker in beweging. En daar gaan we de meest directe respons krijgen. Dus dat is wat ik wil gaan doen. Ik ga een microfoon wegzetten, beginnend met de Shure SM57, en we gaan eens kijken hoe dat klinkt. Dus, wat ik zojuist heb gedaan, is: ik heb gebruik gemaakt van de zaklamp op mijn smartphone, die ik even aan de kant ga leggen. Maar inderdaad, de zaklamp op mijn smartphone, die ik tegen het speakerdoek heb gezet, want we kunnen er natuurlijk niet gemakkelijk doorheen kijken. Je ziet niet precies waar het midden van de speaker zit, maar door het plaatsen van een lampje tegen het speakerdoek, waar ik ook nog even wat beelden van laat zien, kunnen we heel duidelijk zien wat erachter zit en dus zo ook het midden vinden. Ik heb de microfoon nou heel dicht op het speakerdoek gezet en ook precies in het midden. Dus hiermee pakken we de meest heldere sound en hiermee wil ik eigenlijk zeggen dat we de meest natuurgetrouwe sound pakken Alleen wat ik zelf nog doe, is vaak de microfoon wat naar achter plaatsen. Want de speaker in deze versterker, die beweegt natuurlijk naar voren en naar achter. Er zitten wat bijgeluiden die erbij komen. Misschien trilt de ondergrond een beetje. Het is ook aan te raden om een versterker toch even vast te tapen aan het oppervlak waar je deze wegzet. En er kaatsgeluid geluid rond binnen in dit kabinet. Dus om hem heel dichtbij te zetten pak je wel de meest volle sound naar mijn mening, maar pak je ook een paar bijgeluiden op die van de speaker zelf afkomstig kunnen zijn, of in ieder geval van de gitaarversterker. Dus wat we gaan doen, we gaan dezelfde demo doen, maar we gaan een beetje afstand nemen op de gitaarversterker en we gaan kijken hoe dat klinkt. En we zitten nou op een afstand van om en nabij 30 centimeter van het speakerdoek, of in ieder geval van de speaker zelf. En dit is vaak een punt waar die bijgeluiden uh, die komen van binnen in de versterker, samenkomen op één punt. En we gaan eens kijken hoe dat klinkt. En je merkt dat het geluid die deze microfoon opneemt heel erg helder is. De Shure SM57 is een heel herkenbare sound als je er wat vaker mee opneemt. Maar zo hebben we wel een sound die wat meer gefocust is op de wat midden en hoge frequenties. Ik wilde gaan supplementeren met een andere microfoon zodat we ook de wat meer lagere frequenties en ook de warmte uit deze versterker en gitaarcombinatie goed kunnen meepakken. Dus we gaan eigenlijk twee microfoons wegzetten. Dit is eigenlijk mijn standaard techniek die ik hier toepas in de studio in Goes. Eentje die wat meer gefocust is op de wat middenhoge frequenties en de hogere frequenties en eentje die de warmte en ook de wat de lagere frequenties wat meer kan meepakken. We gaan beginnen met het plaatsen van de Neumann U87 AI. En wat daarbij belangrijk is, is dat wij de capsule, dus eigenlijk het membraan dat de geluidsgolven op gaat vangen, op eenzelfde afstand zit. Want geluid is namelijk best traag. En ik ga even voordat ik dat doe, kort vertellen over fase. Faseproblemen krijg je wanneer geluid op verschillende momenten in tijd wordt vastgelegd. Want geluid zijn golven die naar boven en naar beneden gaan. En als je één microfoon hebt die de golf naar beneden net opneemt, terwijl de andere microfoon de golf net naar boven oppakt, dan cancelen deze elkaar uit en je geluid wordt er heel dun van. Wat ik ga doen, ik ga eerst de microfoons perfect in fase zetten, dus eigenlijk met de capsules opgelijnd aan elkaar. Bij een groot membraan condensator is het makkelijk te zien vaak, omdat er juist een heel groot membraan in zit. En bij een Shure SM57 zit de capsule een beetje op de plaats waar de lettering zit, hier op de CAP. Dus die gaan we precies oplijnen. We gaan ze zo dicht mogelijk naast elkaar zetten. Ik ga laten horen hoe dat klinkt, en daarna ga ik opzettelijk een microfoon eens uit fase zetten om dat te demonstreren. Dus dat gaan we doen. Dus ik heb net eventjes gecontroleerd, en we hebben inderdaad de microfoons perfect op dezelfde afstand van het speakerdoek staan, in ieder geval de capsules op dezelfde afstand van het speakerdoek staan. En zonder te veel tijd kwijt te zijn, gaan we gewoon eens luisteren hoe dat klinkt. Je merkt, omdat de tekortkomingen van de ene microfoon wat aangevuld worden door de kracht van de andere en vice versa natuurlijk, hebben we een heel vol en rijk geluid die het totale palet van het geluid goed weergeeft. Wat we nou gaan doen is we pakken de Neumann en ik ga even voorzichtig doen met deze prachtige gitaar en we gaan deze wat naar achter plaatsen, direct achteruit zodat deze uitfase gaat staan. Dus laten we zeggen deze afstand we gaan de versterker weer aanzetten. En dit is een verschil van 5 centimeter. Eens kijken wat voor een verschil dat maakt. En opnieuw, ik heb geen hoofdtelefoon op, maar gewoon mijn assumptie zegt dat het geluid een stuk dunner is. En daarmee is wel een bepaling te maken. Faseverschillen, of echt het horen dat er een faseprobleem is, is vaak eentje die heel simpel te adresseren is door gewoon een microfoon wat dichterbij of wat verder weg te zetten. Dus je hebt zojuist kleine faseverschillen gehoord. En dit zorgt voor een uitdunning van je geluid. En zeker niet iets. Wat je zou willen in een gitaaropname. Gelukkig nemen de microfoons op op twee aparte sporen. En dit betekent dat we ook qua tijd een heel klein beetje kunnen schuiven. Zodat de signalen perfect in fase zullen staan. Dus dit soort faseproblemen zijn achteraf zeker nog wel te redden. Maar wees erop bedacht van wanneer je aan het opnemen bent. Dat fase een uitdaging kan zijn voor het vinden van de sound waar je zin in hebt. Faseproblemen kunnen veel erger gaan dan dit. En ik zal even een extreem voorbeeld laten horen. Waar ik de fase opzettelijk. Uit fase zet om te laten horen hoe het klinkt als het echt compleet tegenstrijdig is. Dus zo erg kan het zijn, maar ook in lichtere mate, als je er niet op bedacht bent, is dit iets wat zomaar in je eindmix terecht kan komen en dit is niet iets wat je wilt natuurlijk. Dus hopelijk. Heb je daarin een goed beeld in wat fase kan doen met het opnemen van een gitaar met meerdere microfoons? Wat ik nou ga doen is de Shure SM57 weghalen. Ik laat de Neumann U87 staan. En ik denk dat dit een goed moment is om ook te gaan praten over het Proximity-effect, die ik al een paar keer heb genoemd eerder in deze video. Want Proximity is eigenlijk, zoals de naam suggereert, de nabijheid, dat is eigenlijk de letterlijke vertaling, van de microfoon bij. Het speakerkabinet. En als iemand ooit in je oor heeft gefluisterd, dan zal je merken dat de lage frequenties in het geluid heel erg geaccentueerd worden als je heel dicht bij de geluidsbron zelf zit. En microfoons zijn niet anders. Ik ga opzettelijk de Neumann U87 pakken, omdat deze drie wisselbare opname- of richtingskarakteristieken heeft, die enorm veel invloed kunnen hebben op jouw proximity-effect. Dus ik ga eventjes ombouwen en dan ga ik je dat ook zeker demonstreren. Dus wat ik zojuist aan jullie heb uitgelegd, heb ik ook voor jullie uitgevoerd natuurlijk. De Neumann U87 AI staat in cardioïde opnamepatroon op een dichtbije afstand. Dus veel proximity effect zullen we krijgen uit onze Fender Deluxe Reverb versterker. Ik ga het gewoon simpelweg laten horen, want ik denk dat dat de beste manier is. En dan licht ik even toe wat een cardioïde richtingskarakteristiek is. En wat dat voor impact heeft op je proximity effect. Dus eerst even luisteren hoe dat klinkt. We nemen op in een zogeheten cardioïde richtingskarakteristiek. De microfoons die hier zo naast mij staan, dat zijn ook cardioïde microfoons. En deze nemen op in een uh, hartvormig of niervormig, in het Nederlands wordt het vaak wel genoemd, opnamepatroon voor de microfoon. Dus vanaf de capsule een beetje naar de zijkant en dan alles ervoor. Dus niks van achter, of in ieder geval het is sterk gedempt aan de achterkant qua opname. En het komt eigenlijk allemaal vanaf de voorkant van de microfoon af. Het voordeel van deze microfoon in het specifiek is dat we naast deze richtingskarakteristiek ook nog twee andere opties hebben hebben in de vorm van een figure of eight. Dus als je van bovenaf kijkt, gewoon een rondje aan de voorkant, rondje aan de achterkant, oftewel een acht en neemt niks op vanaf de zijkanten. En we hebben een omnidirectionele richtingskarakteristiek en deze, ja, omnidirectioneel, dus alle kanten op of rondom gevoelig wordt het in Nederland ook wel genoemd, Neemt op in alle richtingen. Het voordeel is, is dat we met een cardioïde opnamepatroon een beetje een middenmoot hebben qua proximity effect of aanwezigheid van het proximity effect. Met de Figure of Eight, dat is juist een van de meest sterk aanwezige proximity effecten. En bij een rondomgevoelige microfoon hebben we juist daarin het minste. Dus wat we gaan doen is, we gaan de microfoon schakelen naar een Figure of Eight, nu die deze heel erg in close proximity staat van de geluidsbron. En we gaan kijken wat voor een effect dat heeft op onze sound. En dat kan natuurlijk een geluid zijn dat als je. Niet heel veel instrumentatie hebt buiten je gitaar dat je dit kan inzetten en toepassen om een heel vol stevig gitaargeluid weg te zetten. Laten we eens kijken hoe dat klinkt. Ik ga de microfoon schakelen naar Figure of Eight met een simpel schakelaartje en we gaan eens kijken hoe dat klinkt. Eerst even de vergelijking van de cardioïde opnamepatroon. En nou de figure of 8. En om gelijk door te gaan met deze vergelijking, gaan we hem zetten op een rondomgevoelige stand. En daarin merk je natuurlijk duidelijke verschillen die je kan toepassen in het maken van de sound waar je naar op zoek bent. Nu we hier toch staan, ga ik ook nog eventjes het geluid wat doffer proberen te maken. Dus we schakelen weer even terug naar onze cardioïde stand. Daar staan we nou op. Yes. En in het midden, zoals ik eerder aangaf, is de speaker op het helderst. Dus wat we nou gaan doen is: we willen het geluid wat doffer maken. Misschien vinden we het geluid. Misschien vinden we het geluid iets te scherp en willen we dat inderdaad wat afplakken, zodat we dus opties hebben om te kunnen kiezen in wat we doen in de mix. Dus wat we gaan doen, is we gaan deze microfoon een centimeter of 7, 8 opzij plaatsen, dat deze uit het midden van de versterker staat. We zitten in dezelfde proximity, alleen we hebben de microfoon wat meer naar de zijkant gezet. En we gaan eens kijken hoe dat klinkt. Dus tussen het midden van de koon en iets meer naar de zijkant hebben we dus een keuze in wat we doen qua sound. Wat ik nu wil gaan doen, is de microfoon nog een slag verder opzij zetten, zodat we dit in het extreme kunnen horen. En daarin hebben we veel keuzes in wat we doen met ons geluid. Wat ik wil doen, is de microfoon weer in het midden zetten en eens een beetje afname doen aan dat proximity effect door de microfoon wat verder naar achter te plaatsen. Dus, wat ik heb gedaan, ik heb de microfoon een 30 à 40 centimeter verder naar achter geplaatst. Zodat we nog steeds een beetje behouden van dat proximity-effect. Maar op hetzelfde moment een beetje van de reflecties in de ruimte meepakken. En de bijgeluiden van de versterker een beetje doen afzwakken. Dus, we gaan eens kijken hoe dat klinkt. En daarna gaan we eens experimenteren met verschillende opstellingen. Zodat je die kanten van het opnemen van een elektrische gitaar ook meekrijgt. Al met al hebben we op deze manier heel veel keuze in het bepalen van wat voor sound we specifiek willen. Deze verschillen zijn zeker niet subtiel te noemen en kunnen een enorme impact hebben in wat voor productie je draait. Dus de microfoon meer naar het midden geeft een helderdere opname. Meer naar de zijkant maakt hem wat doffer. Dichterbij maakt het wat voller en warmer. En verder weg maakt het misschien wat dunner, maar wel wat preciezer. Daarin heb je heel veel keuzes. Om te maken in het opnemen van jouw sound. Dus wat we nou gaan doen, is we gaan deze Neumann U87 lekker aan de kant zetten en we gaan een budgetopstelling doen met twee microfoons, de SM57 en de Divine M-Mic Pro. We gaan microfoons op hoeken zetten en ik ga misschien nog een vierde microfoon toevoegen in de vorm van nog een SM57, die ik aan de achterkant van het speakerkabinet ga zetten. Dat is ook een hele mooie om de lage frequenties goed weer te kunnen geven. Laten we beginnen door eerst eventjes snel om te bouwen en dan ga ik daar een paar experimentele opstellingen laten zien die jullie kunnen gebruiken om bepaalde sounds voor elkaar te krijgen. Dus alles wat ik zojuist heb besproken hebben we een beetje uitgevoerd. Ik heb een combinatie gemaakt die ik persoonlijk heel fijn vind voor het opnemen van elektrische gitaar. Ik heb nu drie microfoons staan bij dit gitaarkabinet. Eentje kan je niet zien, want die staat aan de achterkant, precies gericht op het midden van de speaker. En deze zal verantwoordelijk zijn voor de lagere frequenties in de sound. Ik heb een SM57 op een afstand van 30 centimeter, precies gemikt op het midden. Van de dustcap van de speaker om het meest directe en heldere geluid op te nemen. En om dat te supplementeren met wat warmte en volledigheid van het tonale spectrum. Om even dure woorden te gebruiken. Heb ik de Divine M Mic Pro daarnaast gezet iets wat uit het midden van de speaker cone. Dit zorgt ervoor dat deze verantwoordelijk gaat zijn voor de hogere frequenties. En deze de warmte en ook een beetje van de dofheid meeneemt. En de lage frequenties die pakken we echt op aan de achterkant. Van dit speakerkabinet. Heel veel over gesproken, maar ik denk dat het fijn is om eerst even de microfoons individueel te horen. En daarna gaan we luisteren hoe ze in combinatie gaan klinken. Daar gaan we! Al, met al vind ik dit een heel aangename sound en ook eigenlijk een beetje de standaard die ik hier, zoals eerder genoemd, wegzet bij Box Music. Wat we gaan doen nou is experimenteren. Ik ben fan van experimenteren met sounds, want soms kom je op plaatsen terecht die je niet verwacht had dat dit zou werken. Maar we gaan even een paar dingen gewoon proberen. Ik ga ze letterlijk. Uit de lucht grijpen en we gaan kijken waar dat resultaat ons gaat brengen. Wat ik als eerste zou willen doen is toch de Neumann U87 AI weer incorporeren. Dus we gaan vier microfoons wegzetten. En wat ik ga doen is ik ga deze op een grotere afstand wegzetten om de ruimtelijkheid van het geluid mee te nemen. Wat ik ga doen, ik ga de microfoon ook op een figure of eight opname patroon zetten. En ik ga die wat verder in de ruimte plaatsen zodat we daarvan het geluid kunnen oppakken. Dus dat gaan we doen. Dus we gaan eens luisteren wat de ruimtelijkheid toevoegt aan het totale geluidsplaatje. Daar komt ie. Dat was experiment 1. En om eerlijk te zijn, ik ben er al best wel fan van. Maar ik denk dat het fijn is om ook eventjes wat. Onorthodoxer te gaan doen. Meestal zetten we microfoons haaks op de speaker, en dit doen we met een bepaalde reden: geluid is namelijk best langzaam, zoals ik eerder had gezegd. En er is dus een kans dat het geluid eerst de ene kant van het membraan raakt, en daarna de andere kant. Waardoor, zeker in de hoge frequenties, je een beetje afname hebt in je geluid. Maar dit kan ook heel goed toepasselijk zijn als je combinaties van microfoons gebruikt. om dingen beter te kunnen combineren en blenden in de mix. Dus wat we gaan doen is: ik ga de Divine wat meer in het midden zetten. en ik ga de Shure SM57 op een hoek van 45 graden zetten. om te kijken wat dat doet voor ons geluid. Ik laat de rest van de microfoon staan zoals ze zijn, zodat we goed kunnen gaan vergelijken. Aan A en B. En daartussen zijn nog duizenden mogelijkheden, maar ik ga er een paar voor jullie uitlichten, zodat je een beetje beeld hebt van welke kanten je allemaal op kunt in het opnemen van geluid. Dus Divine en Mike in het midden, deze op een hoek van 45 graden. Ik ga het eerst doen en dan gaan we even luisteren hoe dat klinkt. We staan nog steeds op een gelijke afstand van het speakerkabinet tussen in ieder geval deze twee microfoons. En we gaan die soundings combineren en kijken of dat gaat zorgen voor faseproblemen en of dat misschien juist wel iets is wat we willen hebben. Laten we eerst eens kijken hoe dat klinkt. Ik hoop daarmee in ieder geval een paar basisprincipes te hebben uitgelegd aan jullie. Waar je de microfoon plaatst heeft heel veel effect op het geluid, wat je uiteindelijk in je mix terug zal horen. Er zijn dingen die je kan corrigeren en dingen die je zou kunnen aanpassen met equalisatie of dat soort zaken. Maar een goede opname is vaak een heel goede basis om mee te beginnen. Er zijn tegenwoordig duizenden technieken die je kan gebruiken om. Niet perfecte opnames op te kunnen poetsen, maar een ideale situatie is natuurlijk waar je gelijk direct vanuit de opname een goed idee hebt van waar je mee aan het werken bent. Zeker in het begin is dat heel fijn om goede opnames te hebben, zodat je al dat werk achteraf kunt besparen. Als je een heel erg metal sound wilt en je bent echt aan het chuggen, zou ik zeggen: zet een microfoon net iets uit het midden. Van uh, de speaker hier zo. Zet hem lekker dichtbij om dat proximity effect te accentueren. Maar als je iets meer melodie speelt of clean, zoals ik eigenlijk in alle demos hier heb gedaan, dan ben ik wat meer fan om ietsje meer afstand te nemen. Om dat zware, bassige een beetje eruit te halen. En om de mooiheid van de gitaar meer tot zijn recht te laten komen. En daartussenin heb je duisterlijn opties. Je kan een microfoon verder in de ruimte zetten, zoals ik heb gedaan. Of je kan ze juist heel dichtbij zetten. In het midden, uit het midden. En hopelijk hebben jullie daarin een goed beeld wat je kan doen met microfoons voor het opnemen van elektrische gitaar. Alles nog een keertje opgezomd, zet je versterker op een verhoging, idealiter met iets van uh, demping eronder of tape de versterker vast aan het oppervlakte waar je die op zet, zodat uh, het trillen daarvan niet gaat uh, rommelen met je geluid. Daarbuiten zorg ervoor dat je het midden van de speaker vindt door gebruik te maken van een zaklamp en volg de basisregels Kijk eventjes van wat het beste werkt voor jou en ga daarna lekker experimenteren. Want er zijn duizend en één manieren en er is geen manier om het echt verkeerd te doen. Zelfs signalen uitfasen kunnen op een creatieve manier heel mooi ingezet worden. Waar het op neerkomt is weten waar je mee bezig bent en welk resultaat je wilt gaan bereiken. En ik hoop echt met deze video houvast te kunnen hebben gegeven en een beetje de mystiek van het opnemen zoals ze doen in een opnamestudio een beetje weg te halen. Experimenteer, zo niet. Hou je vast aan de basis en ga vanuit daar rustig uitbouwen. Zet een microfoontje meer erbij. Het hoeft allemaal tegenwoordig niet heel veel geld meer te kosten. Een Divine Centro plus deze twee microfoons kan je eigenlijk de meeste dingen mee. Wat je in een echte studio ook vaak tegen zult komen. En dan ben je voor onder de 300 euro klaar. En dan ben je vertrokken in het pad dat je wil gaan wandelen. En ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat dit begint met één microfoontje en een goedkope interface. En uiteindelijk uitbouwt naar iets waar je heel veel voldoening en plezier uit kunt gaan halen. Het spelen met akoestiek, het leren van akoestiek is echt een, een wereld die de wereld om je heen een stukje mooier maakt, naar mijn mening. Je leert geluid te appreciëren, je leert akoestiek appreciëren. Uh, ik loop hier vaak genoeg door het magazijn dat ik in mijn handen zit te klappen, omdat ik een leuke echo krijg. Het is. Dit is een heel goedkope en mooie manier om te beginnen met het opnemen van tracks. Ik ga zeker ook een video maken waar we de akoestische gitaar gaan behandelen. We pakken daar een beetje een basisopstelling zoals ik nou heb gedaan en dan laten we ook weer dingen horen zoals faseverschillen daarin, zodat je een beetje weet waar je naar op zoek bent. Mijn naam is Martin. Links voor alle producten die je hier zo ziet, kan je vinden in de beschrijving onderaan deze video, zodat je ook gelijk kan beginnen. Ik zal de Divine Centro ook toevoegen, misschien met een leuk pakketje, zodat je in één keer klaar bent om een start te maken. En ik hoop je heel graag terug te zien. In een volgende video. Mijn naam is Martin. Tot de volgende. Tot ziens.